barbecue drumsticks met sinaasappelsaus. Ik ga een heerlijk recept maken dat ook geschikt is voor op de barbecue. Het is met drumsticks en als je die op de barbecue doet, pak ze dan eerst in een wat aluminiumfolie. Want dat zorgt ervoor dat de kip gaart, maar dat die niet verbrandt. Ik ga een grillpan gebruiken, maar eerst moet ik alle voorbereidingen doen. De rode ui heb ik gesnipperd en de knoflook gepeld. De sinaasappel boen ik schoon onder de kraan. Rasp de oranje schil dun af en pers de vrucht uit. Dan ga ik nu eerst de marinade maken. De gesnipperde ui. Uitgeperste knoflook. De helft van het sinaasappelrasp. De Calvé barbecue saus. En peper naar smaak. Ik heb straks ongeveer 1 eetlepel sinaasappelsap nodig. Dit bewaar ik voor later. De rest doe ik door de marinade. Dit roer ik goed door elkaar. Dan ga ik nu de drumsticks door de marinade doen. Ik leg ze eerst 1 voor 1 in de schaal. En dan ga ik het voorzichtig omscheppen. Zorg dat de marinade mooi om de kip heen komt, zodat die goed in het vlees kan trekken. Ga ik de schaal nu eerst afdekken. En vervolgens gaat het een uur de koelkast in. Vergeet dan niet om na 30 minuten alle drumsticks nog even om te draaien. Dan ga ik nu eerst het sinaasappelsausje maken. De yoghurt, de resterende sinaasappelsap, de rest van de rasp, 4 eetlepels Calvé mayonaise, 1 eetlepel koriander en dit goed door elkaar kloppen. En tot gebruik afdekken met folie. En bewaren in de koelkast. Je kunt aan de kleur van het vlees zien of de marinade er goed is ingetrokken. Dat is het geval. Ga ik ze nu grillen in de grillpan. Zorg dat de grillpan goed heet is. Leg alle drumsticks erin. En keer regelmatig om, zodat ze mooi goudbruin bakken. De drumsticks zijn klaar. Die kunnen op het bord erbij. Nog wat verse koriander erover. En natuurlijk het sinaasappelsausje. Dat mag niet ontbreken. Smakelijk eten!